Ramadan is de 9e maand van de islamitische maankalender. Het is de maand van inkeer, waarop tussen het ochtendgebed, de dageraad ruim voor zonsopkomst, en het avondgebed bij zonsondergang, gevast wordt. Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed vasten moslims in deze maand gedurende de hele dag. Dit vasten is een van de 5 zuilen van de islam. TV-verslaggever Anne van Ginkel ging langs bij de Hagia Sophia moskee op de Sonsbeeksingel en sprak met de vrijwillige kok tijdens de Ramadan, Hassan Dilekci. Ramadan betekent eigenlijk gezond van de lichaam. En merk jij hoe leven de arme mensen? Hoe denk je in de woestijn is zo'n tors mensen? Dat soort dingen. Dus tijdens de Ramadan denkt u ook aan de arme mensen, aan mensen die het moeilijk hebben. Bidt u daar dan ook voor? Ja, het is echt wel. De rijke arme mensen eigenlijk dit maanden, echt wel bij aan de respect. Rijke maakt ook ze, wat heeft er geld over? Bijvoorbeeld de 1000 euro, dat gaat dus 25 euro of zo geld geven. Bijvoorbeeld bij onze organisatie maakt ook eens. Ook eens zo wat hier is. Ja, want we staan hier voor. Ja, doet hem ten die. Wij hebben zo in zijn envelopje. Staat ook naam en wat jij wilt. Dus zekat betekent als je geld over 10 euro betekent. Per persoon 1 iftar geven. Dus tijdens de Ramadan geven de rijke mensen geld voor de arme mensen? Ja, dat is eigenlijk wel. Als je eerlijk verdeelt in de wereld. De arme mensen zekat geven. Er gaan nooit arme mensen blijven. En u bidt ook vaker dan anders tijdens de Ramadan, klopt dat? Ja. Normaal in de islam of de moslim mensen, broeder en zuster, 5 keer in de per dag. Maar na Salat Aisha, wij doen 20 rekat. Wij noemden van terafi. 20 rekat doen. Dat is van, ik kan ook 2 rekat doen en daarna rechts, links. Salam geven en daarna je kan ook 4 rekat doen. Want wat is een salam geven? Groetjes van iedereen rechtskant, groetjes van de linkerkant. Ja, ja. U groet elkaar. Ja, ja, ja. Als ik het goed begrijp, is het ook een feest van verbroedering of een maand van dat u zich dichter bij elkaar voelt. Klopt dat? Ja. We hebben gisteren, eergisteren begonnen. We hebben iemand niet uitgenodigd. Ik denk, die heeft geen getrouwd, die geen eten koken. Die heeft weinig inkomen. We hebben 45 personen is er aankomen. We hebben iftar gegeven. Dus u kookt hier tijdens de Ramadan elke dag voor de iftar? Ik ga proberen iedere dag, als het gezond is, gezond ben ik. Ik ga hele maand dus Ramadan koken. 4 juni we gaan Eid al-Fitr vieren. Ramadanfeest. Vrouwen, mannen, kinderen zijn allemaal in de moskee. Gezamenlijk eten, gezamenlijk gefeliciteerd allemaal. En ik wens voor jullie volgende keer gezond beleefd tot 2020 Ramadan. Wij wensen gewoon het goede ding. Hele wereld, heleboel toekomst van de mensen.